Want hij wil graag nog een keer tegen je vechten. Ja, maar überhaupt op dat moment had hij niet eens het recht om tegen mij te vechten. Hoezo? Omdat hij had dus... Blijkbaar is er iets gebeurd in de rankings. Waardoor hij in Las Vegas is die gedisqualificeerd of whatever, om wat voor reden dan ook. Dus had hij eigenlijk zijn punten niet gepakt met een winstpartij. Dus hij had op dat moment helemaal niet het recht om tegen mij te vechten. En nu zegt hij, ja, maar ik heb nu een toernooi gewonnen en ik heb nu het recht om tegen jou te vechten. We hebben een andere jongen, Benny Adigbui, die heeft zelfs 2 keer achter elkaar een zwaargewicht toernooi gewonnen. En die heeft ook niet tegen mij gevochten. Waarom niet? Omdat ik hem 2 keer achter elkaar verslagen had. Denk van, wat is de meerwaarde? Ik heb jou pas verslagen. Wat kom je doen? Ja. Snap je? Maar voor de buitenwereld, die kennen dit verhaal niet. Die denken van, dat je hem ontwijkt. Ik ontwijk niemand. En ik heb nog nooit iemand ontwijkt. Waarom zou ik hem ontwijken? Deze man lag te slapen in een hoekje. Aan het einde van de 5e ronde. Snap je? Dus ik heb niks. En weet je, ik mag deze man gewoon niet. Ik mag hem gewoon niet. Op het moment dat je in een persconferentie en een ster aan iemand in zijn gezicht spuugt, ben je zo respectloos en een slecht persoon. En dan uiteindelijk naar de media gaat zeggen dat ik iets gezegd heb wat ik nooit zou zeggen. Omdat deze man heeft kanker gehad, heeft kanker overwonnen. Dus in mijn ogen ben je al een winnaar. Ik vind jou al een sporticoon dat je de sport beoefent. Je bent ziek geweest, dus je bent al een winnaar. Je hebt het overwonnen en je bent er nog. Dus weet je, het enige wat ik kan doen is take my head off to that. En superveel respect hebben voor jou. Ja. En dan gaat hij zeggen dat in die stare-down ik daarover iets tegen hem gezegd heb. Dat hij me daarom in mijn gezicht spuugt. Ja, dan iedere persoon die mij kent, weet dat ik zoiets nooit zou zeggen. En als jij dat zegt om jouw naam te zuiveren, om jouw gedrag, om mij in mijn gezicht te spugen, goed te maken, dan ben je echt een oprecht slecht persoon. Heb je echt een slecht hart. Ik kan er niks anders van zeggen. Dus daarom, ik mag deze man gewoon niet. Mag je Badr iets meer? Nee, maar ik heb. Kijk, met Badr heb ik. Wij hebben, zeg maar, op persoonlijk vlak hebben wij niks met elkaar. Op zakelijk vlak wel. Zakelijk vlak willen we gewoon allebei laten zien dat we de allerbeste zijn. Oh. Maar ik heb persoonlijk nooit iets met hem meegemaakt waardoor ik hem niet mag. Ja. Dus. Kijk, het gaat er heftig aan toe. We gooien woorden naar elkaar. Maar uiteindelijk, aan het einde van de wedstrijd, van de laatste keer, kan hij gewoon zeggen, zo, cool, deze man was echt een baas. Hij gaf je wel credit, juist, dat weet ik nog. Snap je? En Jamal kan niet eens mijn hand aantikken na de wedstrijd. Dat gewoon zijn training moet zeggen van, hé, doe even normaal, man. Tik even gewoon die hand aan. Ja. Dus we zijn sportmensen, toch? Weet je, ga gewoon achter in de rij staan. Ga gewoon achter in de rij staan, je hebt je kans gehad. Nou, je hebt je fysiek, dat is wat het is. Ja. Nu laat de big boys zijn aan zet. Snap je? En dat zijn Badr en ik. Wij zijn de mannen waar het...